Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken raviolis met ricotta, bos champignons en bulperknollen. Verse pasta, die hebben we al eens gemaakt in een vorige uitzending. Die vindt u terug op firstclass.tv. Uitsteken met een ronde uitsteekvorm. Overtollige deeg, dat doen we weg. Eiwit, borsteltje. Dan gaan we eigenlijk pasta lichtjes gaan insmeren. We hebben hier ricotta. De ricotta die gaan we aanmaken met peper, wat zout. En dat is van limoen. Een klein beetje olijfolie. Dan gaan we nu alles mooi mengen. En dan een klein beetje ricotta in het midden van de pasta doen. Het volgende dat we doen is eigenlijk het bovenste velletje erop leggen. We gaan hem mooi aandrukken. En we gaan eigenlijk maken dat alle lucht eigenlijk heel mooi zo gaan aanduwen. Daar gaan we nu wat zout aan toevoegen. Wat olijfolie. Dan gaan we de raviolis mooi koken op een zacht vuurtje gedurende 2 minuutjes. Het volgende dat we doen zijn de boschampignons. We gaan de boschampignons mooi plukken. Gelijke stukken snijden. We doen wat olijfolie in onze pan. We nemen een teentje look. Een paar stukjes look erin. We gaan de look dus eigenlijk heel mooi gaan aanbakken. De boschampignons die mogen erin. Netjes afkruiden met peper en zout. We gaan de champignons echt heel mooi goudbruin gaan bakken. Zodat ze alle smaak afgeven. Nu gaan we 1 lepel mascarpone bij de champignons aan toevoegen. Een lepeltje pasta vocht. En nu gaan we onze saus maken. Verder met citroensap. We gaan nu een lepel ricotta van onder in het bord leggen. Een beetje bakjes. Een beetje bakjes erin. Een klein beetje olijfolie. En dan gaan we afwerken met geraspte ravioli. Een huisgemaakte ravioli met ricotta, bos champignons, bulperknollenkaas, mascarpone. Alsjeblieft, first class, smakelijk.